Districtscommissaris Kenia Panza van Brokopondo is trots dat de 42e onafhankelijkheidsviering in haar district plaatsvindt. Volgens Panza is het district altijd in de spotlight vanwege de aanwezigheid van winstgevende bedrijven zoals IAM Gold en Grasalco. De burgermoeder vindt het daarom terecht dat de residentie in Brokopondo wordt gevierd. Wij zijn het hart van Suriname. De meeste activiteiten die eigenlijk Suriname helpt dragen, komt uit het district. Dus ik zou zeggen dat het terecht is dat Srividentie dit jaar hier gevierd wordt. De mensen zijn enthousiast. Ik ben enthousiast. Ik ben al in de feestelijke stemming. En u bent hier, u ziet het, u heeft gemerkt hoe de mensen zijn met betrekking tot Srividentie. En dit nog erbij. Brokopondo was niet vergeten. Alles heeft zijn tijd, liever te laat dan nooit. En ik denk met de gedachte van wat Srividentie eigenlijk betekent, dan kan het niet mooier zijn dan dit zijn als cadeau voor het district. Kenia Panza, districtscommissaris van Brokopondo. Zij sprak over de voorbereiding in haar district in verband met de viering van 42 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Srividentie wordt elk jaar in een ander district gevierd. Vorig jaar is het gevierd in het district Kommerwijnen. De viering dit jaar is dus in het district Brokopondo en wel te Bronsweg. De voorbereidingen in Brokopondo voor de viering van 42 jaar staatkundige onafhankelijkheid zijn in volle gang. ATV brengt u morgen vanaf 4 uur 's middags live verslag van de festiviteiten. We gaan nu even live naar Brokopondo met Carla Boetius en Jason Pinas. Kom bij deze live. Brokopondo. 42 jaar staatkundige onafhankelijkheid gevierd. De activiteiten zijn vandaag gestart. Het is al een gezellige drukte hier in Brokopondo. Dus Jason Pinas en Jason gaat nu praten met twee kinderen van Brokopondo. Ja. Dankjewel Carla, ook van mij een goede avond aan de kijkers. En zoals Carla daarnet zei, ik moet de mensen complimenteren, de commissie die belast is met het opzetten van dit alles hier. Mijn complimenten. En we gaan even praten met twee jongens, twee kinderen van Brokopondo. Clarence, you know, of the month, ja, 5 in intact Srividentie, 42 jaar Srividentie, komt helemaal in Brokopondo. 5 in intact. Ik ben niet brada, en ik ben groot voor Brokopondo. Ik ben een boosje naar een foster als een discipline in Brokopondo. Dus in een geschiedenis naar Fostrom. En we zijn een big son. Alleen een precaire situatie in de country. Dat is niet mooi kilo. Maar dit is nou 100, ja man. Dus je declaart klaar voor feesten? Ja, dit is net even op een poko. Oh, je hebt een poko man. Ja, Isabi. Dus nou een boosani, hoeveel een boos, Isabi. En lantie voor een foto de stand, denk ik, boos kondre, Isabi. Nou een boosan. En Fostrom in een geschiedenis. Oké. Okay. Ja man. En moet gimme omu jamme kamata. Ja, misitaki omu ready, omu danga man foru. Ja. Donu i danga man foru sat foru na dis. Ik kalle Claudia. Claudia. Ja. Oké. Fa you fenetak 42 jaar Srividentie. Me pene bon tak tanga no. A pale macha la system ko juno no ja fa 25 November ja. Me pene bon. Taki. E fo ka hora preso kriso mo juno. Da me pene tak audio bon sanjiu. Oké, ook toe, maar wat is aan voor taken ook toe voor watra, want alles maar moet zijn wasi. Dan mi hoop dat watra die serep toe, kade die langa voor aan lepje moet wasi toe. Bakate de asandisik ba ook toe, dan mi ka accident ook toe, mek de ma ka je pong aan de passi, voor de score op tino moet zijn doti. Ik asfalte de mooi podjuno. Oké, bedankt. Grand tangi mi de zeker tak de smasa mus kisa boskopu maar fos mi abragi mi collega Carla. Mi kebe ufa wansonya sama katonga. Ai. Oh, uncle. So, I know, this and be no, they are life, takika. No, this one. No, this one, they almost a thousand do they. No, they are pika, I'll say him out, okay, I'm the limbo go down. Takita, my pai kone de tiene, I pay and to take November kwaki. No, I was the whole do out there, limbo so. Plus, Iwata was there, Hidaka, Tam Tawasi, and Isetawasi to his Metawasi. Plus, they pass it to this call me to must the limbo, that will be the asphalted down. Okay. Yeah. If I think it's a residency, I'll break up on it. Why to the postom see to and Tianganom tapizia, okay. One Missy Bayama. Okay. No, can a lot of you seem to buy it too. Yeah. No, that thank you. Yeah. Okay.
Oh, oké. Okay. You say, Musu. Ja, los le, como familia, omu takire no, isabi. Oda, ki uta renango takoka, bede maluku, ay bende land mo, isabi. Mfenita de mataluku, chika. Deze medeo tapuzu kwa fesi, omusu luku, ay bende land, de mataluku, chika. Dus no, ison de madoa ki wang ganson, dus no, fene bunu. Dus me hoopta bede matan hoyen so godo. Bede matan menu waki, bota mo hoopta e ayon. Dus bende land se, tabohot, dus sana dus uta bohot adi isabi uta si kuma dema koti uputa awase kuma uata hort a foto isabi akuma aki wa uto konde isabi dus fade ma chenko aki uwai ya dus hembi ketaki okay abuna no datagi okay ya Clarence toh dami wasa aksi yu dagi mara den trayari da faibe fies refidensi da na foto ube kofire ibe musuf kofire na foto want Unoitu no be aba ide ta kuan de abe ka doroja. Dos te luka dos wa pirikere ina kondre no no e ma wa pisi e mai kos bota president fu ma wa pisi a mai lu kupchi so era wan o si wan losa nepsa sa no bepsa noit dos u fenebo me wi si wan suis refide okay anti remi for yari to era oh ya ai Clarence ta big yari 40 jaar Afwees dadelijk naar ATV. Zet u. En mijn frustratie. En kijkers, dat was dus Clarence. Hij is een kind van het district Brokopondo. En hij, op zijn jaardag heeft hij ook gemeend om ons te woord te staan. Om te vertellen hoe zij het ervaren dat dit jaar de revidentieviering hier in hun district plaatsvindt. En u merkt, u ziet de beelden, er is nu een cultureel optreden. En Jason heeft het al gezegd, mooi nou, de plaats ziet er goed uit. Ja, nogmaals mijn complimenten, het ziet er geweldig uit. Echt waar, echt waar. En dit moet dus een voorproefje zijn van de live-uitzending van morgen. Er is een drone die de beelden vastlegt. De jongens van ATV die zijn er in vol ornaat om ervoor te zorgen dat u die thuis zit ook eigenlijk kan genieten. Want we gaan ervan uit dat niet iedereen naar Brokopondo kan en zal komen. Dus daarvoor zijn STVS en ATV er om u de beelden in uw huiskamer te brengen. Jason, wat zeg je tot slot tot de kijkers? Blijf maar kijken naar ATV en morgen zorgen we ervoor dat je, indien je niet naar hier komt, helemaal in je huiskamer of waar je je ook mag bevinden, kan genieten van de sfeer hier. En wat was het zo net in San Makatongo? Ik vroeg wat ze ervan vinden. Dat... Je zegt het nu wat je hebt gezegd, dus deed daarna ook zo in San Makatongo. Oké, dat bedoel je. Ik moet die taal gaan leren hoor. Speciaal toen dat is en bij die nou kwaki. Mijn kapje dit aan die nou kwaki, ATV. Many en van mij wo solo guta chai wo sudendu chai kamba dendu o ina so ino an kamia te kaita de wo solo guta ki ikisi de beelda klank mooi if you neka aki is if you ne kon ja dan we zorgen goed dat den beelden kon in die camera is je niet verstaan twee dagen hier in Brokopondo met takataal vrij ja. Moeilijk. Het is helemaal niet zo moeilijk. Maar er zijn al activiteiten. En deze activiteiten gaan door tot in de kleine uurtjes. Dus, als u niets gepland heeft voor deze vrijdagavond. Die wegen naar Brokopondo zijn redelijk tot goed. Ja. Dus dan kunt u zich naar hier begeven. Om zo samen met de bewoners van Brokopondo 42 jaar revidentie in te luiden. Nou, u gaat niet weg. U blijft afgestemd op ATV. Want zij zetten nu hun normale programmering voort. We bedanken u voor het willen kijken naar deze live list. Dat waren Jason Pidas en Kala Boezes en het team onder leiding van August Sushen. Die u groeten vanuit Brokopondo.